Welkom naar David Plays Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Ik zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. What's up YouTube, Gina hier van David Plays Games. Welkom naar een nieuwe review. En ditmaal is het de review die dame heeft uitgekozen. De Snickers Crisp Fruit and Nut. En we hebben de Kellogg's Fruit Winters Strawberry. En je hebt ook de fruitrolls en zo tegenwoordig bij de Xenox te koop. Gekocht er al in een andere winkel. Maar ik wil die een keer uitproberen. We hebben er allebei eentje, dus dat gaan we nu beginnen. Oké. Okay. Die heeft aan de kant. Winter strawberry. Oh. Okay. Nou, zo ziet dat er dus uit. Zoals jullie dat kunnen zien. En dan moet je zo openrollen. Dan moet je even het begin zoeken. Nou, bij mij is het begin alweer vastgeplakt. Bij jou ook zeker. Ja, bij jou is hij ook vastgeplakt. Oh nee, dan moet je rollen. Zo moet je rollen. Ik heb het echt verkeerd. Hij laat bij mij al los. Nou, ik ben aan het rollen. Inrollen. Jongen. Hoe lang is dit? Nou, dit zijn dus twee plakjes. Zoals jullie kunnen zien. Geen één, maar twee. Als ik jullie kunnen laten zien, zit het zo eruit. Nou, hij is eigenlijk een stukje langer, maar... Nou, dan ga ik een stukje eraf halen. Het ruikt naar rubber. Het smaakt niet naar strawberry. Nou, ik bundel deze eventjes aan elkaar en ik heb volgens mij iets... Ja, maar niet. Plakken zoals het nieuws. Ik snap niet. Maar misschien met deze anders dan die andere. En die voetrols. Ik snap niet waarom dit een hype is. Ik heb meer je tanden geplakt dan ik kan eten. Oh. Wat is het? Hier staat nog iets steeds erop. By appointment to Her Majesty the Queen. Oh, rust in vrede, Queen Elizabeth II. Maar ja, dit komt echt uit Engeland. De Winters, of de Kellogg's Fruit Winters, strawberry. Nee, ik vind er geen bal aan. Nou, het is niet slecht, maar ik zal het niet voor de tweede keer eten. Nee. En misschien is de vloed... Het ruikt naar rubber. En het... smaakt niet naar strawberry. Nee. Maar... textuur vind ik een beetje als slime. Maar als ik nou een hap wil nemen... En ik mag bekritiseren van deze snoep, want ik ben half Engels. Ja, maar dat ook. Maar ik vind het gewoon echt niet echt een ding. Ik snap niet wat kinderen hier aan vinden. Ja, je hebt er van die kinderen die houden daarvan, die zoetkouwers. Maar goed, we gaan naar het volgende. Jij krijgt afval. Jij bent afvalkind. Moet je nou wat kijken? In Engeland is het faulty tea. Oké. Nou, dan hebben we deze. Die ziet er zo uit. Zoals jullie kunnen zien, het valt helemaal aan elkaar. Er zit niet suiker in, what the freak? Nee, dat klopt. Nou, het echt tafel leren, dan zit alles ronden. Moest je weer... Nee, hij valt aan elkaar. Nou, dan gaan we weer... Kijk hier, dat bedoel ik. Ze wilt gewoon knoeien. Ik doe alles in zakjes, heb je het er alles weer uit. Is het fruit en noten? Ja, zo lekker. Er zit dus 75% fruit en noten in. En het is hoog met...
volkoren. Maar het is lekker. Niet verkeerd. Ik zou hem zo nog een keer kopen. Toch wel? Ja. Waarom niet? Geen idee. Oh, ik zit om te zeggen, shut up. Nou, ik heb die ook er ook maar op, dus je gelijk maar weg. Ja. Blijft toch al zo liggen bij ons, want we moeten vandaag de deur uit. Mhm. Maar, ik zou zeggen, deze is goedgekeurd. Die fruitrolls, die kennen de prullenbakken. Oftewel de winders. Mhm. Die zijn niet lekker. Het is een leuk concept dat je twee stukjes krijgt lang een soort veter idee. Mm-hmm. Maar, en er staat ook nog wat op, beschreven. Een soort tekstje. Make a song about your favoriete fruit. Take on the challenge. Het gaat steeds beter met mij, moes. Maar goed. Vonden jullie deze video leuk? Geef een duimpje omhoog. Reageer in de reacties onder deze video. Dan zou ik zeggen, volg alle social media's, linkje in de beschrijving. Dan zou ik zeggen, oftewel tot de volgende video. We hebben het zeg ik nou niet, hè?